Deze foto van de 7-jarige Nea en haar familie gaat de hele wereld over. Mensen delen hem omdat hij zo vrolijk is. De foto maakt hen blij, terwijl ze ook verdrietig zijn om wat er gebeurt in Afghanistan. Nea en haar familie zijn net terug uit het land. We zijn op vakantie geweest, eigenlijk bezoek van mijn schoonvader en schoonmoeder. We hebben dat nooit gedacht dat we komen in zo'n situatie. Nea is geboren in Afghanistan, net als haar ouders en haar grote zus. 7 jaar geleden zijn zij in België komen wonen en nu was het voor het eerst dat ze teruggingen, voor een familiebezoek dus. Tijdens hun vakantie nam de Taliban de macht in Afghanistan in snel tempo over. Verschillende keer hebben ze mee met de wapens. De wapens laten zien, als je niet weggaat, we gaan schieten. Verschillende keren. Ja, het werd gevaarlijk voor het gezin en dus wilden ze er niet langer blijven. Die Taliban hadden die pistolen net bij onze ogen en die geluiden waren heel luid. Dat leek alsof ze bommen gooiden. Het lukte de familie om weg te komen. Deze beelden zijn gemaakt op het vliegveld in België toen ze net waren geland. Ik heb de foto gekregen van andere families, van de vrienden. Ze hebben mij niet herkend, omdat ik was met Afghaanse kleren. En ook met een mondmasker, maar iedereen heeft haar herkend. Is dat niet jouw dochter? Is dat niet... Ja, dat is mijn dochter. Ze was veel blij. En elk moment in Kabul, wanneer gaan we terug naar België? Ik wil niet meer Afghanistan. Ik haat Afghanistan. Door de Taliban, hè? Ja, ik wil nooit meer daar gaan terug. Nooit meer in mijn hele leven.